Goedemorgen lieve mensen, ik ga vandaag weer een poging doen tot vloggen. Ik ben de laatste tijd weer super druk geweest en ik heb er eigenlijk niet zo aan gedacht. Dus ik dacht, ik ga vandaag gewoon weer vloggen. Maar zoals ik eerder al zei, ik heb niet zo heel veel buiten de deur te vloggen, want ik ben gewoon veel aan het werk en ik heb het gewoon heel erg druk. Maar ik probeer wel gewoon hele leuke thuisvlogjes te maken. En als we weggaan, probeer ik ook zoveel mogelijk buiten de deur te vloggen. Maar ik denk dat het vandaag, aangezien het heel erg veel regent, gewoon een lekker thuisvlogje wordt. We hebben vanmiddag een verjaardag. Super leuk, super veel zin in. En vanavond heb ik ook iets leuks te doen. We gaan met een grote vriendengroep gaan we bij elkaar zitten. Gaan we lekker chillen, zoals de jeugd van tegenwoordig dat noemt. Maar echt super veel zin in. Ik heb behoorlijke koortslip gehad de afgelopen dagen. Want ik wou eigenlijk al eerder vloggen, maar dat heb ik niet gedaan omdat ik vond het er gewoon niet uitzien. Nu is het gewoon grotendeels weg, dus daar ben ik echt super blij mee. Maar ik ga lekker even een kopje koffie pakken. Ik ben nu lekker televisie aan het kijken. Een of ander programma. Mars? Nee. National Geographic. Ik weet nooit hoe je dat uitspreekt. Ik ben niet zo goed in Engels dingen uitspreken en zo. Maar jullie snappen vast wel wat ik bedoel. Dus ja, dat ga ik even doen. En dan ga ik straks even lekker douchen. En aankleden. En misschien mijn nageltjes nog even doen. Want die zien er nou gewoon niet meer uit. Zie je? Dus misschien dat ik daar even iets van een glittertje op ga doen. Dus dat is wel heel erg leuk. Dus jullie zien mij straks natuurlijk weer gewoon even terug. Zo, ik heb even lekker koffie gepakt. En ik wilde nog even wat met jullie delen. Want kijk, ik heb van de week heb ik een bananenbrood gebakken. En het lijkt hier alsof die niet gaar is. Maar dat is dus de banaan. Dat klinkt niet. Maar dit is echt heel lekker. Het lijkt op cake. Het smaakt eigenlijk ook wel een beetje naar cake. Maar het is het niet. Ja, het is wel gewoon echt bananenbrood. En ik denk, ik eet even een stukje op. Want ik vind het super zonde als die uitdroogt. Ik ben de enige die het eet. Mijn man die lust het niet. Dus daar ga ik even van genieten. Maar ik wilde het even met jullie delen. En als jullie het recept willen weten, dan laat het even weten in de reacties. Want dat wil ik jullie natuurlijk gewoon graag geven. Oké, even een update. Ik ben dus video's aan het kijken van Masha van Vlogklos. En dit zijn echt van die video's waar je iets opruimt en alles netjes zet en organiseert. Hoe zeg je dat? Ordent. Dat is het juiste woord. Ik vind het super leuk om dat te kijken, want ik haal er zelf heel veel inspiratie vandaan. Dus ik wilde gewoon even met jullie delen dat ik dit dus aan het kijken was. En dat geeft mezelf een beetje inspiratie en motivatie om ook op te ruimen. Ik hou wel van opruimen en zo, maar zoals je ziet, het is een klein beetje een troepje, maar goed, maakt niet uit. Het is nog van gisteren. Boeien, moet kunnen, maar er gaat verandering in komen. Sorry mensen, en wat ik even tegen jullie wil zeggen is dat ik net even het toilet heb schoongemaakt, maar ik heb iets ontdekt. Even kijken hoor. En dat is deze van Dettol. Ik had hem gezien bij de Albert Heijn, hij was 1 plus 1 gratis. En ik zei tegen mijn man, zullen we die even een keer uitproberen, want dit lijkt me wel fijn voor het toilet. Dus die heb ik net gebruikt. En echt heel fijn. Hij ruikt lekker. Stinkt niet. Want die gele Dettol die stinkt enorm. Vind ik echt niet lekker. Dus daar heb ik net mijn hele toilet mee schoongemaakt. De tegels, de toilet, de vloer. Je kunt er alles mee doen. De prullenbak. Echt super fijn. Dus ja, ik wilde het gewoon even graag met jullie delen. Op gebied van huishouden. Zo lief mensen. Ik heb lekker gedoucht. En ik heb mijn haar ook gewassen. Ik heb er even lekker een crème in gedaan. Ik doe altijd gewoon mijn haar eerst wassen. En dan lekker een handdoek, zeg maar. Zodat het gewoon aan de lucht kan drogen. Want ik vind feunen nooit zo fijn. Aangezien mijn haar al heel gauw droog is of wordt. Of hoe je dat ook wil noemen. Maar ik heb er highlights in, zoals jullie zien. En dat heb ik nou een paar dagen, een paar weken, 2 weken of zo. En ik heb een haar in mijn mond. En weet je wat ik altijd doe na het douchen? Ik doe altijd lekker crème in. En dat voedt je haar. En ja, dat is wel leuk. Als jullie een keer een doucheroutine willen zien of zo, laat het even weten. Vind ik leuk om op te nemen. Ik heb een leuk outfit aan, vind ik zelf. Ik zal even kijken of ik het een beetje kan laten zien. Deze trui. Of ja, deze, wat is het? Een soort tuniekje. Die is van Sissy. En deze broek is volgens mij van Paprika of zo. Maar ik vind het echt super leuk samen en heel erg lekker zitten.
En ik heb het van iemand gekregen, dus ben ik super dankbaar voor. Ik draag het heel veel, omdat het gewoon lekker zit. En ik denk het gewoon ook wel leuk voor de verjaardag van vandaag. Dus ja, daar heb ik heel veel zin in. Zo lief mensen, ik ben een beetje klaar voor de dag. Ik heb mijn nageltjes gedaan. En dit is gewoon gel lak met zo'n lampje. Ik gebruik de nagellak van Pink Gel Lak. Nee, het is niet gesponsord, maar ik vind het een super mooie kleur. Hij matcht goed bij mijn outfit vandaag. Ik vind roze gewoon heel mooi. Het valt op en het is leuk. Ik had al verteld wat ik aan had. Ik wil ook nog even laten zien wat voor luchtje ik op had. Even kijken. Ik heb deze op. De Lovely Musk van de Kruidvat. Ook niet gesponsord. Heb ik gewoon zelf gekocht. Ik ga heel eventjes nog mijn telefoon opladen voor straks. Want ja, de batterij moet natuurlijk wel vol zijn als ik wegga. Dat is wel handig. En voor de rest ga ik nog even wat spulletjes pakken, want ik slaap vannacht bij een vriendin en daar heb ik echt super veel zin in. Als het slapen wordt natuurlijk, want misschien wordt het wel heel erg laat. Maar ja, heel gezellig. Dus dat ga ik even doen. En ja, ik heb net even geluncht, een soort van ontbijt, lunch in één. En dat was het. En nog even mijn haar dadelijk doen. Ik weet nog niet wat ik met mijn haar ga doen. Misschien dat ik het gewoon los doe of dat ik gewoon, ja, ik weet het niet. En make-up. Misschien neem ik jullie wel even mee met make-up. Zo, lieve mensen. Ik heb me even opgemaakt en mijn haar gedaan. En ik heb weer een knot in. Kijk, ik weet niet of het helemaal goed kan zien. Maar dat is lang geleden, want mijn haar was een beetje te kort. Dus ik heb het nu vastgemaakt met klemmetjes achterin. En dit gewoon lekker wild. Vind ik heel erg leuk om te doen. En ik heb make-up gedaan. En ik heb eigenlijk gewoon heel simpel. Ik heb mascara en ja, even zo misschien. Wacht, zo. Ik heb een beetje oogschaduw opgedaan. De oogschaduw die ik op heb is van L'Oreal. En die blijft de hele dag ook gewoon mooi zitten. Dus dat vind ik super fijn. Ik kijk de hele tijd naar hier, maar ik moet naar daar kijken. Ik moet even oefenen. Maar dat heb ik dus gedaan. En ja, ik heb voor de rest mijn nagels gedaan. Maar dat heb ik al verteld. Daar ben ik super blij mee. En ik ga nu nog heel even schouwe dingen opruimen. En voor de rest heb ik het verder nog heel erg druk. Even denken wat ik nog kan vertellen. Ja, dat was het denk ik wel. Zo, voor de rest alles goed? Mijn man die is aan het zingen boven, hartstikke leuk. Dus, en onze katten hebben iets stouts gedaan. En ik ga jullie nu even laten zien wat het namelijk is. De hele vloer is hier echt mega vies, want ze hebben in de plant gezeten. En daar zijn we helemaal niet blij mee. Basje. Hallo, jij. Deugt niet. Dus nu kunnen we hier gaan stofzuigen en dweilen. Het ziet er niet uit. Ja, zonde van de plant. En die twee boefjes. Of ja, dat boefje en dat boefje hebben het gedaan. Zij doet eigenlijk over het algemeen niks. Dus dat is wel fijn. En ja, zo ziet ons huis er dus uit. En toen viel de camera uit. En wat ik dus nog even met jullie wilde delen. Is dus dat ik vandaag een beetje de hele dag muziek heb geluisterd, vlogjes heb gekeken van Masha, want zij maakt altijd van die opruimvideo's. Dat vind ik super leuk om te kijken. Ik haal er ook heel veel inspiratie uit. Ik heb het net laten zien en het ziet er niet uit. Dus we gaan gauw de plant even naar buiten rijden. En voor de rest was dit het vlogje voor vandaag, want voor de rest vandaag heb ik het mega druk en heb ik geen tijd om te vloggen. Ja, dus ik wil jullie bij deze alvast bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ik wens jullie nog een hele fijne dag. Doe even een dikke duim omhoog, laat voor de 5 duimpjes omhoog gaan. En abonneer even als je dat nog niet gedaan hebt. Druk ook even op het belletje als je geen video meer wilt missen van mij. En dan zie ik jullie bij een volgende vlog. Dankjewel voor het kijken.